Um, ja, dan nu toch even mijn woordje. Uh, laat ik beginnen met jullie eerst allemaal te bedanken voor het geweldige vertrouwen. Want dat doet me echt heel erg goed uh, dat er breed draagvlak is. En dat is ook nodig, want we zullen met elkaar uh, een flinke klus moeten gaan klaren. Maar voordat ik jullie vertel over mijn plannen en ideeën, die we in ieder geval op korte termijn gaan doen, wil ik eerst ook namens mij Adrien bedanken voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Um, het lijkt allemaal heel makkelijk, maar als je met een klein clubje begint om een politieke partij op te zetten, meteen meedoet aan de verkiezingen, er een heleboel leden bij komen, uh, wat allemaal verschillende kikkers zijn die gemanaged moeten worden en ook nog in één kar moeten blijven, dan is dat een monsterklus. Je moet hard werken aan een gedegen structuur, afspraken maken en tegelijkertijd word je iedere keer weer geconfronteerd met weer nieuwe verkiezingen of een andere onverwachte situatie. Het lijkt heel gemakkelijk vanaf de zijlijn, maar neem van mij aan dat het bestuur onder leiding van Adrienne in deze eerste jaren echt een gigaklus heeft geklaard. Daarom ook namens mij, Adrienne, heel erg bedankt voor die vele, vele uren die je in onze partij gestoken hebt. Dank voor je inzet, je betrokkenheid en je toewijding. En ze is nog niet genoemd, maar ik wil toch ook heel even Jet bedanken voor de onvoorwaardelijke steun op de achtergrond. En, en volgens mij hadden jullie ook bloemen moeten krijgen, maar die krijg je dadelijk dan nog, Jet. <laughs> uh, beste leden, ik ben vandaag heel erg trots, vooral ook op jullie. Trots op de leden die hier vandaag zitten. En voor al diegenen die bij onze partij gebleven zijn. Want je kunt altijd mee op de flow en dan is het allemaal geweldig. Maar het gaat om de mensen die er zijn als het even wat tegen zit en wat minder is. Jullie zijn voor mij de echte Ja 21ers en jullie zijn het fundament van onze partij. Het gaat er nu om. Ja. Het gaat er nu om dat wij onze gedeelde waarden, onze overtuiging en ons enthousiasme ook over weten te brengen op heel veel nieuwe kiezers en veel nieuwe leden. Die laatste groep hebben we op de eerste plaats keihard nodig. En daar ligt dus ook onze hoogste prioriteit. Ik wil echt heel veel tijd gaan besteden om binding tussen, met en tussen bestaande leden te versterken. Maar vooral ook veel nieuwe leden te werven. Vanaf nu vertellen wij het verhaal van jaar 21. En een samenvatting van dat verhaal krijgen jullie komende week allemaal toegestuurd. Zo kunnen jullie nog een keer nalezen wat we allemaal hebben besproken op die avonden. Het verhaal van jaar 21 is het verhaal van een trots Nederland. Wij zijn trots op onze cultuur en we zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt. Wij bouwen aan een beter Nederland en we hebben vertrouwen in onze eigen mensen. En als wij zeggen dat wij conservatieve waarden koesteren, dan zeggen we niet dat we terug willen naar de spruitjeslucht van de jaren 50. Wij willen een Nederland waarin we kunnen behouden wat goed is. Maar waar we tegelijkertijd inzetten op innovatie en ontwikkeling. We kijken vooruit en we staan open voor verandering en vernieuwing, maar niet ten koste van alles. En niet de overheid heeft vooruitgang gebracht, dat hebben de mensen gedaan. Burgers, bedrijven, gemeenschappen vormen de basis van onze samenleving. En die overheid die neem, probeert wel steeds vaker allerlei zaken uit handen te nemen, maar dat werkt helemaal niet. We moeten echt terug naar de menselijke maat en ruimte geven aan wat ik altijd noem de ondernemende mensen. Zij zorgen voor welzijn en welvaart, niet de ambtenaren en de bestuurders. Niet de regels die steeds maar knellen en beperken. En ja, natuurlijk, tijden veranderen, het klimaat verandert, de samenleving verandert. Maar Ja 21 wil geen Nederland dat alsmaar is gebaseerd op wantrouwen. Waar we steeds meer verbieden en waar we mensen opdragen dat ze moeten leven zoals een kleine club dat wil. Wij willen een Nederland waar ruimte is voor ondernemerschap met een kleine overheid die voorwaarden schept en faciliteert. En die overheid die moet zich vooral bezighouden met zijn kerntaken: veiligheid, wonen, energie en water, infrastructuur zorg en onderwijs, in plaats van zich tot op ons bord te bemoeien met wat wij eten. De, de overheid kan helemaal niet wat gemeenschappen zelf wel kunnen, wat verenigingen kunnen, wat wij met elkaar kunnen, met elkaar voor elkaar zorgen. En om deze kerntaken haalbaar en betaalbaar te houden, moet wat mij betreft ook met een grote prioriteit een einde komen aan die massa-immigratie. Want daar, want daar hangt elke crisis in dit land mee samen. En wij als partij blijven bespreken wat volgens sommigen misschien onbesproken moet zijn. We blijven het debat aanjagen, ook als het politiek misschien wat minder correct is. We blijven benoemen wat benoemd moet worden. Tijdens de ledenavonden heb ik mogen ervaren hoe trots onze leden zijn op ons programma. Het was echt, dat was gewoon echt iedere keer heel erg mooi om mee te maken. En we hebben ook vastgesteld, dat hebben Tom en Daniel natuurlijk ook gezegd, dat we het nu echt ook beter moeten gaan vertellen aan iedereen. En dat we veel meer mensen bij ons verhaal moeten betrekken. Maar dat betekent wel dat we intern in onze eigen organisatie. Grote stappen moeten gaan zetten. En ik wil toch een paar zaken met jullie delen die ik echt nu de komende tijd ga oppakken. Komende maandag hebben wij met het bestuur een overleg met de fractievoorzitters. En ik zal met iedereen een afspraak maken op welke dag ik in de komende weken in jullie provincie kom om een aantal zaken aan de orde te stellen. En we gaan dan praten met de fracties, maar ook met de leden. Die worden dus op die avonden uitgenodigd. En jullie horen allemaal van aankomende week wanneer die avonden zijn. En ik heb samen met en met Mate Goudzwaagt een plan van aanpak uitgewerkt voor de opzet van afdelingen. En het is, geen, het is een anderhalf à vier, we doen daar niet te moeilijk over. Die krijgen jullie komende week toegestuurd. En jullie kunnen je aanmelden voor een bijeenkomst om in de regio aanwezig te zijn. Mijn streven is om voor de zomer in elke provincie, minimaal in elke provincie, een eigen afdeling te hebben die gewoon aan het werk gaat. Die bijeenkomsten organiseert, politieke cafés, thema-avonden, enzovoort. En natuurlijk moeten we het daarna allemaal formaliseren en moet het allemaal in een reglement worden uitgewerkt, maar het gaat ons niet tegenhouden om het gewoon te gaan doen. Onze partij vraagt ook om uh, nieuw talent. En willen wij voor de volgende verkiezingen, welke dat dan ook uh, zullen zijn, kunnen putten uit voldoende gekwalificeerde mensen, dan moeten we echt veel meer mensen gaan opleiden. En uh, ik ben echt, wil ik wel even gezegd hebben, ontzettend blij met de spirit en de dynamiek van Jong 21, want het spat er gewoon vanaf. Maar dat hebben we ook nodig. Dat enthousiasme dat hebben wij nodig om jonge mensen in onze partij te interesseren en aan ons te binden. Ik wil dus ook dat we zo snel mogelijk dat echt gaan uitbouwen om trainingen en scholingsdagen te organiseren voor jonge leden, maar ook voor politici die al actief zijn, zodat we straks een hele grote pool hebben van mensen die beschikbaar zijn voor politieke functies. En we hebben sowieso echt heel veel kennis en ervaring in huis. En daar moeten we veel meer gebruik van maken. Zodra die afdelingen op poten staan, zal ik ook met alle expertgroepen in gesprek gaan om met hun de gedachten te wisselen over hoe we die deskundigheid, die we onder onze leden gewoon hebben, het beste kunnen inzetten voor de partij. Hoe zij fracties kunnen ondersteunen, hoe we de, hun rol binnen onze organisatie meer structuur kunnen geven. Maar ik denk ook dat zij een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij. Trainingsdagen en bij opleidingen, al is het maar om het gedachtegoed van jaar 21 heel goed bij iedereen tussen de oren te krijgen. Voor zover dat nog nodig is, natuurlijk. Um, nou, wat ik ook ga doen, is uh, gesprekken voeren, individuele gesprekken met fractievoorzitters en uh, met politieke, uh, uh, politieke mensen binnen onze partij. En ik wil gewoon van jullie weten wat jullie nodig hebben, ook van ons als landelijk bestuur, om ervoor te zorgen dat jullie jullie werk optimaal kunnen doen. En dat wij de ondersteuning kunnen leveren die jullie nodig hebben. Want er is natuurlijk een duidelijke verenigingspoot in onze, in onze partij en een politieke poot. En die hebben wel alles met elkaar te maken, maar die hebben ook hun eigen uh, zelfstandigheid. En tot slot wil ik dan nog even noemen, het, het, we moeten toch... Donateurs aan ons gaan binden. Ja, het is niet zo gemakkelijk natuurlijk met alle regels die er zijn. Maar willen wij onze plannen realiseren, dan hebben we echt geld nodig. En ik vond het wel leuk, want Karel Erik die zei: ja, dan moeten we maar kijken waar we wat minder geld uitgeven. En ik dacht: nou, dat is nou een echte uh, penningmeester die past op het geld. Maar om geld te genereren hebben we gewoon ondernemerschap nodig en moeten we gewoon zien dat we eh, ondernemers binnen onze partij ook gemotiveerd, gemotiveerd zien te krijgen om de partij te steunen en gewoon meer geld te hebben. Nou, zijn we daarmee klaar? Nee, zeker niet. Maar als we deze basis in 2024 eh, met elkaar eh, willen weten neer te zetten, dan zijn we op de goede weg. En we hebben natuurlijk nog een verkiezingscampagne tussendoor, dus dat moet ook nog even gebeuren. Uh, het wordt geen gemakkelijke strijd, denk ik. En we hebben iedereen zijn hulp nodig om die zetel in Europa te bemachtigen. Maar wij gaan geen uitdagingen uit de weg, dus deze ook niet. Nou, beste allemaal, zonder jullie gaat het niet lukken. Onze partij kan alleen maar groeien als er lucht en ruimte is en als iedereen er de schouders onder zet. Ons verhaal vindt alleen een goede voedingsbodem als we elke, elke dag trots kunnen vertellen. En uh, aan iedereen, hoe goed onze partij is en als we allemaal daar een stukje verantwoordelijkheid in nemen. Ik, ben, ik heb er ontzettend veel zin in om de komende jaren keihard aan het werk te gaan. En ik weet me met dit geweldige team van mensen en met jullie allemaal in heel goed gezelschap. Nou, tot slot dan nog even. Uh, jullie worden. Net als ik waarschijnlijk wel eens door deugende linkse vrienden meewarig aangesproken, alsof ons gedachtegoed debet is aan de ondergang van volgende generaties. Ik spreek voor mezelf, het klopt. Ik neem mijn kleinkinderen inderdaad niet mee naar klimaatprotesten of blokkades op snelwegen. Maar weet wel dat mijn belangrijkste motivatie om deze klus te gaan doen zit in deze prachtige kinderen en in die van jullie allemaal. Oh. Nou, dat, zijn, uh, dat zijn mijn kleinkinderen en uh, volgens mij is dat onze toekomst en daar wil ik uh, vooral uh, voor aan het werk. Ik heb er heel veel zin in en ik reken op jullie steun. Dankjewel.